Dag Chris, het nieuwe jaar is begonnen en op de beurs eigenlijk vrij zenuwachtig. Enerzijds omwille van de oprukkende Omicron-golf, anderzijds omwille van bezorgdheid rond een oplopende rente, omwille van de inflatie. Maar laat ons vandaag eens de waan van de dag overstijgen en kijken naar het jaar 2022. Naar goede jaarlijkse traditie hebben jullie bij The Research een voorkeurlijst opgemaakt. Voorkeurlijst van aandelen die de Groof Peterkam goed ziet presteren in 2022. En dan kunnen we natuurlijk niet om de coronapandemie heen. Hè. Er zijn een aantal bedrijven die daar garen bij spinnen, zoals bijvoorbeeld een Fagron en een ASML. Ja, inderdaad, Fagron zetten we terug op de kooplijst. Heeft een zeer moeilijk jaar 2021 gehad. De koers nam een duik met maar liefst 30%. Maar als we kijken wat er nu dit jaar kan gebeuren, zie je toch wel dat mensen gaan terug naar een dokter gaan, gaan terug hun eigenlijk persoonlijke medicijnen gaan gebruiken. Dat is natuurlijk goed voor de apothekers die natuurlijk meer business kunnen geven aan Fagron. En als je dan weet dat het bedrijf eindelijk nog eens komt met een Capital Markets Day in maart, verwacht je toch wel mooie mid tot lange termijn guidance dat hieruit komt. En dan ten derde, als we kijken naar ja, de schattingen, zoals ik daar juist zei, die koers is wel met name een derde gezakt. Maar de schattingen zijn eigenlijk maar 10-15% naar beneden gegaan. Dus uiteindelijk denken we dat er enorm veel ingeprijsd is en dat voor zo'n kwaliteitsaandeel er nog veel potentieel is aan de huidige niveaus. En wat ASML betreft? ASML natuurlijk was al een van de grote winnaars van de pandemie, maar we denken eigenlijk de komende jaren dat het opnieuw kan profiteren. Het blijft natuurlijk een zeer monopolistische speler in zijn segment. Met de EUV hebben ze echt iets in handen wat niemand anders kan aanleveren. De nieuwe technologie die eraan komt, zijn ze ook al bij de eerste die het kunnen gaan doen en het zal nog zo blijven voortgaan. Ook al lijkt die waardering misschien optisch redelijk hoog, als je kijkt naar de sterke groei en vooral het sterke margepotentieel, is er nogal heel veel potentieel naar de toekomst toe. We hebben ook onlangs berekend bijvoorbeeld dat de dienstensector bij hen een stukje kan bijdragen aan die groei. En als je dat allemaal in rekening neemt, ja, zien we nog heel veel upside voor dit bedrijf. Een ander aandeel dat jullie opnieuw op de voorkeurlijst plaatsen is Just Eat Takeaway. Waarom dit jaar? Ja, vorig jaar iets op de lijst gezet, maar werd moeilijk geapprecieerd door de markt. Dit jaar geloven we echt wel dat ook zeker aan de huidige waardering en de huidige koersniveaus de reactie overdreven was. Als we kijken naar de online food distributie, die zit maar op 14% in de markten waar zij actief zijn. Dus er is nog gigantisch veel potentieel als we kijken naar de US-market waar het vandaag is, of de UK. Dus nog heel veel potentieel op dat vlak. Ten tweede, als we ook kijken naar de winstgevendheid, scoren zij natuurlijk veel beter dan concurrentie, een zeer sterk netwerk. En we mogen het niet vergeten, ze zijn eigenlijk een speler die zal profiteren van de veranderende wetgeving op Europees niveau. Die zegt dat couriers natuurlijk ja, eigenlijk moeten behandeld worden als werknemers, niet als zelfstandigen. En dat heeft bij hen geen impact, maar wel bij de concurrentie. Dus we verwachten wel eindelijk een ommeturn in dit verhaal natuurlijk. Een aandeel dat jullie ook op de voorkeurlijst hebben gezet, misschien een beetje onverwacht, is Kinepolis. Waarom? Ja, Kinepolis is een speler natuurlijk die enorm heeft afgezien tijdens COVID. Werd wel financieel zeer goed gemanaged en is daar eigenlijk heel uitgekomen als een van de weinigen in zijn sector. En als we nu kijken ook hoe het gedrag van de mensen verandert met het hoge vaccinatieniveau, ook bij nieuwe varianten zoals nu met Omicron, denken we toch wel dat eigenlijk de pandemie, we die achter ons kunnen laten, ergens in het tweede kwartaal van dit jaar. En natuurlijk als we dan kijken naar de enorme filmaanbod wat er eigenlijk komt tot waarschijnlijk de eerste jaren van 2023, dat is anderhalf jaar of misschien zelfs twee jaar van enorm veel content. Vergeet ook niet, Batman komt er bijvoorbeeld aan dit jaar, de Avatar 2 en noem maar op. Dan denk ik toch wel dat zij hiervan kunnen profiteren. Als we dan ook nog eens kijken naar het onderliggende margepotentieel met het entrepreneurial plan en star plan, ja, dan is het wel een bedrijf wat enorme free cashflow kan genereren en dat eigenlijk die schuldgraad als sneeuw voor de zon kan verdwijnen. En als we dan zien dat het bedrijf eventueel terug kan gaan naar acquisities, dus M&A, waar ze zeer goed in zijn, ja, dan zou het wel eens een home run kunnen worden 2022. Een van de zaken die we vorig jaar hebben gezien is een echte remonte van een aantal industriële waarden op de beurs. En voor de voorkeurlijst hebben jullie opnieuw een aantal industriële spelers geselecteerd. Hè? Welke zijn dat? Ja, klopt. Ook dit jaar zien we een paar industriële namen. En dit jaar zijn dat Bekaert, De Koninck en TKH. Als we kijken naar de eerste twee, de Belgen. Ja, Bekaert bij ons natuurlijk zeer goed bekend. Een staaldraadsproducent voornamelijk nog altijd. Maar als we kijken naar de prestaties die het bedrijf gedaan heeft. Ja, ze hebben onlangs die guidance enorm verhoogd. De marge zal dus enorm verbeteren op dat vlak. Als we dan kijken wat effect dat heeft op de kasstroom. Ja, dat is natuurlijk zeer positief voor de aandeelhouders. Waarmee ze eigenlijk uiteindelijk dividend kunnen gaan bedoelen. Share buybacks gaan doen of eventueel zelfs terugkeren naar het M&A-board, wat ook natuurlijk altijd waarde kan creëren. Dus eigenlijk is Bekaert terug aan een revival bezig en dat met een zeer gezonde balans.
zeer goede positionering. En ook deze keer geloven we toch echt wel met pricing power. Want daar knelde het schoentje in het verleden wel dat ze misschien niet snel genoeg die prijzen durfden te verhogen. Iets wat ze nu dus duidelijk wel durven doen. Dus daar toch wel een van onze eerste calls. Wat is het verhaal dan bij de Koenig? De Koenig natuurlijk, ja. Je sprak over revival. Het is inderdaad reeds herontdekt vlotweg in 2021. Maar als we kijken vandaag naar de waardering van dit bedrijf en het potentieel de komende 2-3 jaren, zien we nog enorm veel potentie. Waarom? Als we kijken naar de Koenig is het vandaag eigenlijk een self-help story, noemen we dat. Omdat bijvoorbeeld de switch van 4 platformen naar 1 platform in Europa zal gemakkelijk 10 tot 15 miljoen EBITDA gaan besparen. Als je weet dat de Koenig 100 miljoen EBITDA verwacht wordt te realiseren in 2021, dat is toch een significant bedrag. Als we dan gaan kijken, ook opnieuw hier naar de balans, verwachten we tegen eind dit jaar een netto kaspositie, waarmee ze opnieuw hetzelfde kunnen gaan doen, ofwel dividend gaan verhogen, ofwel aandeleninkoop gaan doen, of ook inderdaad ook transacties gaan doen die natuurlijk waarde gaan toevoegen voor het hele bedrijf. Dus al die factoren samen maakt eigenlijk dat de Koenig vandaag zeer goedkoop is en aan zeer interessante waardering nog noteert. En dan is er TKH, een wat onbekendere naam bij ons, hè? Klopt, TKH is bij ons iets minder bekend. Een Nederlands zeer mooi dossier die zowel industriële processen verbetert, maar ook hoogtechnologische oplossingen voor zijn klanten toch wel aanbiedt. En het management is duidelijk zeer ambitieus, wil in de toekomst eigenlijk die marge gaan verhogen, ook wel bepaalde activiteiten gaan afstoten, om daarmee ook activiteiten te gaan kopen die hogere marges gaan binnenbrengen. En zo eigenlijk het equity story, zoals wij dat noemen, toch wel meer dynamischer gaan brengen. En vandaar denk ik ook dat dit een derde mooie toevoeging is aan dit industriële plaatje. Vastgoed, dat blijft bij veel beleggers een favoriet. Zien jullie ook daar opportuniteiten voor 2022? Ja, uiteraard. Vastgoed blijft een zeer kernsegment van onze research. En ook dit jaar natuurlijk hebben we een paar namen geselecteerd. Aan de longkant kijken we naar VGP. Dat is natuurlijk de winnaar van de e-commerce geweest in 2021 reeds. En we denken eigenlijk dat de komende jaren deze groei zeker kan voortbouwen. De groep heeft natuurlijk een zeer sterke landbank, dus een landwaarde die kan hergebruikt worden voor herontwikkeling. Als we dan ook kijken, de prachtige deal die ze hebben met Allianz, waarbij joint ventures worden gecreëerd, waarmee ze de ontwikkelingen reeds kunnen plaatsen, zorgt natuurlijk voor zeer veel zekere groei. En als we dan zien dat ze reeds met de kapitaalsoperatie van 300 miljoen euro onlangs en natuurlijk recent ook een bondplaatsing genoeg kapitaal voorhanden is om die groei te gaan blijven financieren, zijn we wel overtuigd dat VGP ook een mooi verhaal wordt in 2022. Kijk naar de andere kant van het spectrum, we hebben natuurlijk Vastned in Nederland. Is een speler in het high-street segment. Misschien een moeilijk segment natuurlijk, door de lockdowns heel veel afgezien. En we denken ook dat het de korte termijn ook zo zal blijven. Als we dan ook kijken, je kan misschien wel zeggen van ja, het noteert goedkoop. En dat klopt inderdaad. Als je kijkt naar de discount tot op zich van NAV, die is er wel natuurlijk. Maar weet gewoon dat ja, met een schuldgraad van meer dan 40%, met geen uitzicht op portfoliogroei, zal die schuldgraad eigenlijk zelfs alleen maar toenemen. En natuurlijk ja, zien we daar toch nog wel risico op de investment case. Als we vergelijken deze groep qua waardering met bijvoorbeeld de baanwinkelspelers zoals een retail estates in België en Ascensio, dan zien we dat die waardering eigenlijk gelijk is voor een kwalitatief toch wel verschillende portefeuille. Dus vandaar dat Vastned bij ons een reduce aanbeveling krijgt. Chris Kippers, bedankt voor al die inzichten. Het wordt weer een boeiend jaar op de beurs. Ongetwijfeld.